Hoi, hoi allemaal. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Mijn naam is Leo Bellinga en dit is mijn moeder. En samen gaan we weer wat uittesten. Ja, ijskoffie. Ik ben echt benieuwd. Mag ik kiezen met welke... Ja, hè? Mag ik kiezen met welke zullen we beginnen? Ja, jij mag kiezen waar we mee gaan. Ja, jongens. Ik zal vertellen... Waar ben jij het meest nieuwsgierig naar? Nou, nieuwsgierig niet, maar mag ik wel gewoon het populairste doen? Ja, wat is dat populair? Dat weet ik niet. Wat is de populairste? Nou, het maakt niet uit. Ik zie heel vaak de Douwe Egberts. Maar wat echt wereldwijd is, is dan natuurlijk wel de Starbucks. Maar dan heb je 6 verschillende smaken. Welke? Ja, ik weet niet of Starbucks meer heeft, maar dit zijn de 6 smaken die ze... in ieder geval in de supermarkt hebben liggen. Ik ben echt super benieuwd naar de karamel maffuccino. Karamel. Ja, hoe zeg je? Maffuccino? Maffuccino. Word je helemaal maf. Nee, macchiato. Macchiato. Ja, dat is het. Macchiato. Dat doen we gewoon met onze handen. Die zijn gewassen. Yeah. En wij zijn niet vies van elkaar. Nee. Oké, okay, ik doe... Kijk, ik doe hem gewoon even zo... Noem ik denk dit niet, je erop. Wat vind je? Oh, ik moest ruiken. Oké, okay, wacht even hoor. Ja, dit bewaren. Ja, hij zit dicht. Oké. Okay. Die bewaren we van papa en mama. Oké. Nou, proost. Oh, dit ruikt echt naar karamel. Cheers. Het ziet eigenlijk gewoon uit als chocomel. Ja. Zie je dat? De karamel. Nou. Maar dus, en we zijn al niet zo ver van karamel. Maar ik hoor wel van vrienden dat ze dit de populairste vinden. Ja? Proef maar, ik ben benieuwd. Ik moest nog schudden. Oh, dat doen we bij de volgende. Daarom proef je het zo goed, want ik weet, ik schud hem normaal eerst, dan proef je die cafeïne veel minder. Want nu zit al die cafeïne op de bodem, waardoor je hebt het zo ingeschonken, dus dat kan niet, op de bodem zit er nog in. Wacht. Stukje het rietje daarin. Ja, even kijken of je dan wel wat iets lekkerder is. Is het een teleurstelling? Ja. Het is een teleurstelling. Want het is ook gewoon zo hip. Echt, het is toch niet normaal. Het is zo cool, het is cool. Ik vind het nog bizar. Dit had ik dus niet in mijn leeftijd. Nee, toen was zo beïnvloed. Red Bull. Dat is nog slechter. Ja, toen was ik dus wel ouder. Jij bent 11. Toen ik 11 was, had ik niet dat je beïnvloed... Ja, dat hadden we Flippo's. Nou is hij lekkerder. Nou, ik ben benieuwd. Nou vind ik hem lekkerder. Oh, dat is heel anders. Ja, je moet hem echt schudden. Je moet hem echt schudden. Ja. Proef je minder cafeïne? Ja, maar ik vind hem nog steeds niet lekker. Nee? Nee. Ik vind hem nu lekkerder. Nee. Zal ik hem helemaal opdrinken? Ja. Nee. Nee, dat nee. niet. Nee. Maar kijk, als... Volgende, want er staan er nog heel veel. Oké, maar wat even een cijfer geven. Wil jij het even een cijfer? Ik geef dit een 8,5. Jij? 8,5? Nee, man, een 5. Nou, oké. Even spoelen dit. En Bedenk je nog even een cijfer, Ik ben even een iets beter cijfer. Dit is dus de Starbucks karamel maffe... Ha! Ik kan nog steeds dat niet uitspreken. Als je dit wilt proeven, de ijskoffie, dan ook heel goed schudden. Maar als je hem schudt, dan vind ik hem ook echt lekkerder. Daar zijn we weer. Volgende. Ja, ben klaar met ik geef dit een... een 6,5. Ja, nu gaan we van de andere doen, hè? Oh, okay. Nu gaan we van de andere doen. Dus even kijken, dit zijn ook de karamel. Dit is zullen we dan iets sneller doen? Want je hebt er nog... best wel veel. Nou ja. Best wel veel te gaan. En anders dan dit is de Douwe Egberts. Dit is de Douwe Egberts. Ja. Even goed shaken. En dit is dus ook de karamel, maar dan een ander merk. We hebben geshaked, hè? Mm-hmm. Nou. Ik moet zeggen, ik vind de Starbucks lekkerder. Lekkerder? Die vond je ook niet lekker? Nou, het is niet dat ik ze op kan, maar ik vind het... ik geef bedenk de cijfer. Bedenk je nog even een cijfer. 5,5. Ik weet niet, maar je proeft meer die karamel. En ik vind karamel in het algemeen al niet zo lekker. Dus dan vind ik die Starbucks wel lekkerder. En nou gaan we die van de Jumbo doen. Maar mam, ik denk dat die van de Jumbo ook echt het vieste van allemaal is. Als ik dit toch gewoon zo zie. Ik meenemen, zie ik. Ja, je hebt helemaal geknoeid, mama. Dat deed je met het rietje. Ja, dat deed jij met het rietje. Shake it, shake it, shake it. Als je dit dus wilt proeven, shaken, jongens. Dan proef je minder die karamel. Maar alleen met je ouders erbij, Oh ja. Wel alleen met je ouders erbij. Dat is typisch wat ouders moeten zeggen, hè.
Ja, ik ben nog steeds... Nee, grapje. Dat is een disclaimer. Nee, doe ja. Doe het niet na. Doe het absoluut niet na. Zonder je ouders? Nee. Vraag het altijd even. Ja. Het mag van je ouders. Ja. Dan kunnen we misschien ook... Welke smaak is dit? Dit is ook de karamel, maar dan van Jumbo. Maar deze is lichter. Zie je, de kleur is lichter. Ja, en wat betekent lichter? Meer melk. Melk afkending, maar het is hetzelfde merk. Hetzelfde smaak, maar een ander merk. Maar de Starbucks was ook wel lichter. Deze heeft meer die smaak van de toffee. Echt, hè? Nog eens even deze. Je proeft veel meer naar zo'n karamel toffee. Proef je verschil? Oeh, deze is pittiger. Deze is bitter. Ja, wat meer sterker. Deze is bitter. Wat sterker. Deze is zoeter. Dat is het verschil. Ja, en de Starbucks? Ik pak die hier nog even bij. Dat was die. Echt benieuwd naar de Starbucks. Hetzelfde of? Nee, het is echt alle drie anders. Het is dezelfde smaak, maar alle drie de merken zijn anders. Maar ik vind deze de lekkerste. Echt? Ja. Ik vind de Starbucks het lekkerste. Ja, omdat er Starbucks op staat. Maar wat nou als we dit even helemaal... Dat je niet weet welk merk het is. Dan ga jij... Dan weet je... Ja, zullen we dat bij de volgende doen? Ja, dan mag jij wat uitkiezen. Oké, dan ben ik echt benieuwd. Dan gaan we even kijken of het gewoon echt aan het merk ligt of gewoon echt aan de smaak. Wel voor alle drie smaken dat ze hetzelfde zijn, hè? Want Starbucks heeft meerdere soorten smaken dan de ander. Luan weet even niet welke het merk is waar hij zo gek van is. Oké, zou ik ook raden welke smaak het is? Ja. Ik heb nu dus deze. Niet kijken. Nee. Nieboe. Deze? Mag je ogen open doen. Mag je ogen open zien. Nee, niet kijken. Ik twijfel tussen... Heb je wel geschud? Ja. Heb je echt goed geschud? Heb je echt geschud? Ja. Nee, maar hij heeft dus niet geschud. Oh, dit vind ik zelf ook gewoon vies. Nee, zie, deze smaakt een beetje naar puur... Wat is dit dan? Puur chocola, smaakt het naar. Is het cappuccino of wat is dat? Mm-hmm. Is dat de gewone cappuccino. Ah, dat is de normale cappuccino. Ja. Man, dit is de cappuccino, hè? Dit is de cappuccino. Ja, maar ik vind hem naar pure chocola smaken. Maar man, dat is deze ook, hè? Kijk, dark chocolate. Ja, daar ben ik helemaal naar benieuwd dan. Nu gaan we de andere cappuccino doen. Ja. Zo. En dit is dus de Douwe Egberts. Dit is Delicious Cream cappuccino. Ja. En net hadden we de Jumbo. Heel goed. Dit vind ik al meer naar koffiesmaak. Deze smaakt minder pittig. Bitter. Ja. Bitter. Dat is echt dan hard. Die Jumbo. Dan die van de Jumbo. Deze. Ja. Dan deze. Verschil. Deze is zachter. En deze is bitterder. Terwijl het dezelfde smaak is. Maar welke vind jij de lekkerder? Deze. Ik ook. Ja. Maar denk je dat het dan aan het merk zou liggen? Ja, dat ligt aan het merk. Dus een wat betere, professionele merk dan de Jumbo. Nee. Of hoe bedoel je? Iemand anders die bitter lekker vindt. Oh, vindt die andere lekker. Ja. Maar wij houden niet van bitter. Dus gewoon onze smaak. Oké, ik gaf de Jumbo gaf ik een 5,5. Ja. En de Douwe Egberts? Nou, 6,5. Oké, nou, dit is ook de allereerste keer dat ik de Starbucks ijskoffie drink, hè? Ik ben de enige koffie wat ik drink is gewoon bonen koffie, zwart, met niks erin. Ik hou niet van latte, van macchiato, van al die andere. En ook, jij houdt ook niet van. Nee, ik hou er niet van. Nee. Gewoon normale. Lungo, je vindt ook de Lungo ook niet lekker. Nee, ik wil gewoon normale zwarte koffie in een kopje die ik lekker even achterover kan tukken. Dat ik weer even. Lekker kopje koffie. Maar nu heb je tegenwoordig allemaal soorten smaken, hè? En dan, en dan zit je in een restaurant en dan zeg je van... doe maar gewoon normale zwarte koffie. En wilt u dan deze of die koffie? Ja, nee, gewoon normale zwarte koffie. Ja, maar die of die? Wist je dat in Frankrijk hebben ze dat dus niet? Echt? Daar waren we dus achtergekomen. Want toen zaten we in een restaurant. En op het terrasje bij dat ene Franse, Franse camping. En als toetje mochten de kinderen dan een ijsje en Daniel en ik namen dan nog een kopje koffie eens na. Dus ik vraag, nog een kopje koffie. En zei black. Espresso? De espresso is een heel kleintje, hè? Nee, geen espresso. Gewoon een bakje koffie. Weet je, een bakje fleur. Een bakje koffie. Espresso? Zo? Dubbel espresso? Nee, geen dubbel espresso. Gewoon black normal coffee. Black koffie. Black koffie. Ah, oei. Kreeg ik alsnog een dubbele espresso.
Dus dat bestaat niet in Frankrijk. Nee. Blijkbaar. Gewoon maar ja, je moet gewoon bellen. Mam, je moet gewoon een beetje meekomen met de tijd. Een beetje met de tijd. Nee, maar ik ben pas koffie gaan drinken door papa. Echt. Als kind zijn hoefde ik ook nooit geen koffie. Ik was er ook helemaal niet nieuwsgierig naar, hoor. Nee. Ik was al een theeleut. Ja, ik ook. Jij houdt ook van thee. Kunnen we met deze doen? We gaan het proberen. En mam, ik denk dat je deze misschien wel het lekkerste gaat vinden van allemaal. Ik ben benieuwd. Oké, dus heel goed shaken, want we willen allebei zo min mogelijk cafeïne proeven. En niet te veel, hè? Nee. Bewaren. Kun je papa ook laten proeven? Ja, ik ben echt benieuwd hoe papa dat vindt. Oh, niet zoveel! Zo, ja, nee, doe de kleine putte. Wababa. Pinceline, wat zeg jij? Pinceline? Deze mag jij. Wat is dat? IJsje. Oh, ijsje in het... Chinees. Mm. Ja, joh. Oh, deze is lekker, maar hè? Maar dit is gewoon chocomel. Is dat echt zo? Nee, zit dus, je mij nee, is dat echt dit zo? Dit is echt dark chocolate. Dit is gewoon chocomel. Dark chocolate milk creamy. Dit is gewoon chocomel. Nee, wist jij dit? Nee. Dit is echt chocomel. Ja, het is gewoon ijs. Dit is toch geen koffie? Maar je proefde cafeïne. Limited edition. Dit is toch gewoon... Er zit geen cafeïne in. Dit is toch geen... Dit is gewoon chocomel. Maar wat is dit dan? With hints of sea salt? Ja, met zout erin. Bold espresso. Ja, het is wel een bold espresso. Nou, ik vind dit dus wel echt lekker. Mm. Dit is gewoon chocomel. Nou, dit is wel echt een top 1, hè? Kijk, zie je nou wel? Ik wist dat je deze... Goed. Je kent je moeder wel goed. Dit is lekker. Nou, wat geef je deze... Wat vind je van deze ijskoffie? Nou, ik vind dit toch wel een 10. Dit zou ik allemaal op kunnen drinken. Ja, ik ook. Ja, dat vind ik wel lekker dit. Ja. Maar de vorige keer dat ik hem had geproefd, had ik niet geschud. Dus ik dacht Maar nu ik hem heb geschud, ik vind het een 10 ijskoffie. Als ik heel eerlijk ben, ik zou sneller gewoon chocomel kopen. En dan koud zetten. Hoezo? Met hetzelfde effect. Ik zou niet dit kopen, maar gewoon chocomel. Maar het is allebei even duur, hè? Ja, maar er zit cafeïne in. Ja, dat is zo. Maar ik lees ook iets van... Ik las dat een kind minimaal 1 kopje per dag koffie mocht drinken. Ja. Dat is toch best wel veel? Ja, als je 13 bent. Als je 13 bent. Maar dat duurt nog 2 jaar. Dat duurt nog 2 jaar. Dan mag officieel ijskoffie. Maar ik drink daar niet te veel van, hoor. 1 keer in de week als het een lekker zomerdagje is. 1 slokje. Nee, ik bedoel als ik 13 ben. Als je 13. Dan doe ik 1 keer in de week een lekker dingetje als het zomervakantie is. Als het zomervakantie is, oké. Okay. Maar ja, nou, jongens, ik heb nog steeds mijn air-up. Dus ik blijf wel gezond aan de water. Ja, af en toe een Starbucks, maar... Je bent nog steeds blij met je air-up, hè? Ja, daar ben ik nog steeds van. Ik moet weer nieuwe post kopen, want mijn post zijn op. Ja, je had dat met Lucilla gereld. Ja, omdat... ik had er superveel en die waren allemaal bijna over de datum. Dus ik dacht van, nou, ik geef ook wat aan Lucilla. Dan gaan ze sneller op. Ja, snap ik. Maar, man. Ik ben het meest benieuwd naar de hazelnoot. Hazelnoot? Dat is een noot, hè? Zo'n hazelnoot. Ik weet het. Let's make a hazelnoot macchiato iced coffee. Goed Engels, hè? Goed Engels. Ja, nee jongens, even serieus hoor. Ik ben echt gewoon goed. Hè? Mag ik het zeggen? Ja. Hij had een 10 voor zijn Engels. Ja! Dus ik zou niet even zo doen met dat TikTokje. Ga weg, oké? Okay? Kijk naar je eigen Engels toets. Hoppa. Zo. Hallo, hé. Nee. Dit wordt ook weer een trend. Ik zie het al helemaal voor me. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Oké, maar we gaan weer even naar de hazelnoot. Oké, okay, man, dit is dus de Starbucks hazelnoot macchiato. Ja, macchiato. Is het macchiato? Ik maak er elke keer mee. Macchiato. Italiano. Beetje Italiano. Maar dan? Macchiato. Italiano. Oké. Oh, dat einde. Ja, dat einde. Dat proef je echt die hazelnoot, hè? Ja, dat is heel... Nul. Ik geef dit een 5. Nee, ik kan het niet eens opdrinken. Die smaak is echt niet lekker. Nee, maar ik ben ook niet zo heel fan van... Wel weer, ik ben wel weer fan van hazelnoot. Ja.
Maar ik denk dat papa ook wel... Papa vindt alles lekker. Ja. Ja, denk Maakt je? Maakt er niet uit. Maar ik denk dat het op één ook wel de dark chocolate voor hem is. Ja, weet ik niet. Ja, die nou, die echt... latte, die latte kan ook wel. Papa, die drinkt wel allerlei soorten koffie. Ja, die houdt wel van koffie, ja. Allerlei soorten ook, hè? Ja. Dat vindt hij ook wel leuk om dat uit te proberen. Nou, weer wat nieuws voor papa, hè? Die ijskoffie van tegenwoordig. Nou, wil ik de banana. Nee. Dus als ik geel zie, dan denk ik meteen aan is de banana. Geen banana. Maar het is vanille. Ja, vanille. Nou, bean. Vanille. Maar wat is bean? Bean, boon. Een vanilleboon. Macchiato. Vanille bean. Maar is het geen spiegelbeeld voor de vlog? Of zien ze het wel gewoon goed? Ik weet niet of dat spiegelbeeld voor hen is. Nee, ik kan het wel zien, denk ik. Oké, maar dit is dus de Starbucks Vanilla Bean Macchiato. Macchiato. Nou zeg ik het goed. Nou zeg ik het goed. Ja. En die hebben ook in de Jumbo. Helaas heeft de... De heeft hij helaas niet. Oké, we gaan verder. Dat is een liedje van Billie Eilish. Ken ik niet. In ieder geval het groene haar en dat zwarte haar. Ik ben ouderwetse vrouw. Oh. Help me baby one more time. Ja, die ken ik wel. Abel. Nee, ik ga voor de spiegel. Help me baby one more time. Oké. Shake it good. Oké, dat is heel cringe dit. And do it your eyes. Nee, ik doe even die Starbucks do video's. Do it your eyes? Wat is dat? Do it your eyes. Do it yourself, maar do it your eyes. Ik snap hem. Toch, dat was je idee, toch? Nee, dat zegt ze altijd in die Starbucks video's van social. Echt waar? En ik volg ze allemaal, hè. En dan zie ik elke keer van, hello, let's make a cookie with cream macchiato. Do it your eyes, with creamy milk, shake it. Echt waar? Ja. Hoep. Oké, even 1, 2. Hoep. Kijk, is het verschil? Zie je al? Deze is veel lichter. Kijk dan een verschil. Ja, is het echt... Ja, wacht. Gaan we jullie even Maar voor zien. De koffieliefhebbers, die denken kijk. Van, oh, lekkere koffie. Maar dan proeven ze eigenlijk alleen maar bijna melk. Nee, maar kijk. Deze is veel lichter dan deze. Want dit is de Jumbo en dat is de Starbucks. Ja. Dus, ja. Ja, maar misschien is het... Is de degene die is wat fan van niet die hele sterke en andere die is fan van wel dat sterke. Ja. Ik vind het gewoon nou, middelmatig, maar dan niet pittig. Nou, je hebt het nog als niet het geproefd. Pittig is. Nee, niet. Maar officieel. Je pakt ja, maar ik pak gewoon meteen weer de Starbucks. Mmm. Oh, deze is lekker. Ik denk dat je deze ook wel een top 1 vindt. Nou, die niet in ieder geval. Nee? Is die echt vies? Proef maar. Mmm. Pop. Oh nee, ook niet. Ook niet? Nee. Ik vind deze echt lekker. Nee. Hier proef je iets meer de cafeïne. Ik vind de vanille niet. Ja. Nee? Nee. Ik vind de vanille Starbucks lekker. Nee, de vanille Jumbo, ik proef heel goed die cafeïne. Oh, op het einde proef je dat. Maar de Starbucks proef dat niet. Het is gewoon een vanille, sojamelk, maar dan vanille. Ja, nee. Dat betekent op lijken. Maar dat vind ik ook niet lekker. Ik vind het wel lekker. De Starbucks geef ik... Was niet wel slecht, maar goed. Starbucks geef ik een 6,5. En een Jumbo, ja, een 5. Toen ging de bel. Ik ga je even kijken wat jij nog meer wil doen dan. Ja, dan ga ik even kijken. Oké. Luxie ook een beetje? Nee, grapje. Nee. Die is nog echt wat te jong. Luxie is weer thuis. Hey. Wat zwembles. Huh? Wil je ook chocomel, Luxie? Nee, chocomel. Luxie zit hier ook. Kijk, ik heb een glaasje. Wauw, van school. Ja. Mooi, liefie. Heel mooi, ja. Wil je ook even proeven? Ja? Ik ben echt benieuwd hoe Luusje zat. Nee, Luusje mag toch wel één slokje? Nee, dat nee. De allerlaatste koffie die we gaan proeven. Deze. En dan hebben we het helemaal gehad. Met alle ijskoffie. Niet zoveel, nee, hoeft niet zo. Wil je wel hier? Ja. Drink er drie op. Gezellig met z'n tweeën uit één glaasje. Romantic. Nee, niet echt vies. Oh, nee, die nasmaak ook. Lu, als ik heel eerlijk ben... Wat is jouw favorite? Zou ik gewoon deze kopen, maar ik zou dan toch gewoon voor de chocolademelk gaan. Ja, maar voor de... Die mag je gewoon de ijskoffie, drinken. De ijskoffie. Oké. Echt als ijskoffie, denk ik van, ik heb zin in een lekker koffietje. De gewoon normale cappuccino. Ja? Ja.
Niet deze? Ja, dat zeg ik. Deze. Die. Deze. Maar ik die zou je... Deze vind ik het lekkerst, maar dat is eigenlijk gewoon chocolademelk. Als ik het echt voor koffiesmaak wil doen, wil ik deze. Die, okay. Deze het lekkerder, de cappuccino. Maar ik zou het niet zelf drinken. Nee, ik ga eerder gewoon voor een warm kopje bonen koffie. Maar dat is dus slechter. Ja, maar één kopje. Ja. Ik drink maar één kopje per dag. Ja. En soms niet eens. Oké, zou ik laten zien welke ik het lekkerste vind? Ik heb deze. Die? Ja. Dit is de vanille bean macchiato. Macchiato. En de dark chocolate macchiato. Dus deze twee zijn wel mijn favoriet. Okay. Ik vond het allemaal leuk om ze allemaal een keer te proeven. En ook hè, te weten van, proef je verschil? Wat vind je ervan? En ja, dat. En ik vind het ook heel leuk om verschil te proeven van de merk. Want ik proef ook echt, wat eigenlijk wel dezelfde smaak is. Mm-hmm. En ik heb ze nu allemaal een keer geproefd. En dit gaan mama en papa allemaal opdrinken, niet in één dag hoor. Nou, af en toe neem ik wel even een slokje. Maar ja, hè, dat hoort bij kind zijn. Die willen dan gewoon proberen. Net zoals het TikTokje van, ik wil ook koffie, weet je het nog? En dan zeg jij van, is niet lekker in dat oude huisje op die weet je het nog? Ja, dat nou, die. Ja. Maar, nee. Ben jij een beetje mijn leeftijd? Ik zou het wel echt niet te jong doen. Maar ben je wel boven de 11, laat het zo zeggen. Dan... Kun je dit afproberen, maar doe het wel met je ouders. Want dat maakt het veel leuker dan het stiekem te doen. En ja, het is ook wel beter voor de ouders dat ze ervan weten wat je allemaal omgaat. En ja. Hè, je ouders, die snappen dat heus wel. Want die hebben die vast zijn zeker ook wel geweest. Stiekem geweest. Die zijn ook jong net zoals geweest. Deze vrouw, die heeft zelfs verslaafd gehad aan... Nee, aan Red Bull. Wel een Red Bull. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zeg, dikke doei, doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en doei! Want ik voel geen zwaartekracht.